het EFS College COFAP verwelkomt dit collegejaar 153 nieuwe studenten. Tijdens de feestelijke opening van het collegejaar 2024-2025 meldde Jenny Johns Christopher, onderdirecteur onderwijs van COFAP, dat er in Paramaribo 123 nieuwe studenten zijn ingeschreven voor de opleiding tot verpleegassistent, ziekenverzorgende en mbo-verpleegkundige. In Ikeri hebben zich dit jaar 30 studenten ingeschreven. Tijdens het openingscollege werd de aandacht gericht op het thema de impact van duurzaam investeren op het psychosociaal welzijn van de student. Het is niet eenvoudig anno 2024 om in Suriname te studeren. De combinatie studeren en werken is iets waar studenten al heel gauw, soms verplicht, soms niet verplicht, maar heel graag doen. Ze willen hun eigen centjes hebben, soms willen ze het gewoon uit zichzelf, maar soms zijn ze ook verplicht om een bijdrage te leveren. En het combineren is in principe bij een praktijkgerichte opleiding zoals die van het EFS College COFAP aan te bevelen. Want je kan studeren en praktijk, studeren en werken dan mooi combineren. Wat je vandaag in de klas leert, kan je bij wijze van morgen in de praktijk toepassen. Maar er zitten valkuilen. En ik heb geprobeerd in mijn toespraak hun bewust te maken van die valkuilen. Zodat ze goede keuzes maken voor hun leven. En ik heb Johns benadrukte ook het belang van zelfzorg voor studenten en moedigde hen aan om hulp te vragen wanneer dat nodig is. Maar soms heeft die student heel veel problemen, maar hij of zij blijft met zichzelf bezig, terwijl de instelling zoveel mogelijkheden heeft om studenten op te vangen. We hebben een volledig onderwijssysteem hier op het EFS College Koper. Maar als ze het niet uiten, dan weet je het niet en dan kan je niet helpen. En dat heb ik ook geprobeerd om bij hun te introduceren van sta niet aan de zijkant, wees assertief, wees proactief en zorg ervoor dat je levenslang gaat leren. Dat is zeker ook een bedoeling. Het openingscollege werd gehouden in de kantine van COFAP aan de Vluestraat. De opleidingen bij COFAP starten officieel morgen 8 oktober met de lessen.